rustige trein op een middag op weg naar Leeuwarden voor even een klein boodschapje te doen. Ja. En dan weer terug. Leeuwarden als boodschappenstad, doet u dat regelmatig? Nou, meestal is het met de trein naar Leeuwarden voor het werk. Maar we hebben een vrije dag vandaag. En dus we gaan even naar Leeuwarden, naar V&D, want die hebben we in Sneek niet meer. Nee. Doen we even een boodschapje, een pakje koffie en dan gaan we weer terug. Ja. Naar huis, naar Sneek. Ja. Meestal zei u van ik ga met de trein naar het werk. Ja. Werken beiden in Leeuwarden? Ik werk bij Achmea. Bij die hoge toren. Ja. Dus lekker dichtbij. Dus makkelijk vervoer met de trein. Ja. Heerlijk. Elke dag met de trein, geen probleem? Bijna elke dag, ook een paar keer of twee keer in de week naar Apeldoorn. Eén of twee keer. Maar altijd met de trein naar Leeuwarden. Ja. De grote verzekeraar, leuke baan daar. Hartstikke leuk. Ja, de functioneel beheerder. Dus dat is het verbindingstukje tussen de afdeling en de IT. En dat doe ik met plezier. Ja. Ja, ja. Ja, het klinkt een beetje mij als acadabra, ja. Een verbindingstukje, maar je mag het uitleggen. Ja, ook dat nog. Het is de afdeling, schade, claims, die werken met applicaties. En een applicatie is een programmaatje. Programma en daar moet wel eens wat aan veranderd worden. Ja. De mensen willen eens een wijziging in het systeem, denken van dit kan beter. Nou, dan vertellen ze dat tegen mij. Nou, en dan probeer ik dat zo om te zetten naar de IT-kant toe. En die maken wat moois. Nou, dan kunnen zij beter werken. Ja. Zoiets is het. Want verzekeraars en computers, ja, zonder kan men niet meer. Hè? Nee, de tijd van potlood en pen is voorbij. Ja, ja. Helaas. Maar u vertelt het nou zo makkelijk, maar er zit natuurlijk wel een opleiding aan vooraan vast. Heeft u daarvoor geleerd? Ja, ik ben er een beetje inrold. En ik heb er ook voor geleerd. Maar ik wist het niet dat ik het wou worden. Nee. Maar informatica, het wel uw voorkeur? Of het maken van applicaties of wat dan ook? Ik ben niet helemaal technisch, maar ik heb wel affiniteit ermee. Ja. Met applicaties en wat ik ook vooral heel erg leuk vind is het werken met de gebruikers. Okay. Dat staat voor mij voorop. Ja, want iedereen die moet tegenwoordig verstand hebben van computers en vooral in dat werken doen. Ja, niet iedereen het had. Ik ben altijd blij dat er een aan- en uitknop zit op een computer, dan kan ik hem even uitzetten. En zo is het met heel veel mensen, dus daar ben wij er ook voor. Ja. En dan helpen we, zeg ze Marijke, help even, nou, dan komen we eraan. Het is wel heel divers, hè? Het is niet gewoon achter een schermke de hele dag. Nee, ik loop regelmatig over afdelingen, naar de volgende, naar boven, naar beneden. Ja. Dus het is telefoon is ook veel contact. Het is echt heel leuk, ja. En dan is het geen probleem om je werk te wonen in Sneek en je werk te hebben in Leeuwarden? Nee, het is geen probleem, maar je kan ook zelf nog thuis gewoon werken. Ja. Gewoon thuis werken, dat is tegenwoordig ook heel populair. Maar ik ben het liefste bij mijn gebruikers. Ja. Maar vanmiddag even naar Vrome Dreesman. Ja, nou ken het nog, hè? Ja, het kan ook nog, ja. Ja, zo is het.